En de Maarschalker Weertorgel wordt gerestaureerd. Het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo houdt daarom zondag een speciale benefietconcert in de kathedrale basiliek, waarbij de opbrengst bestemd is voor de restauratiewerkzaamheden van het pijporgel. Deze is ruim 25 jaar niet in werking. De pijporgel werd in 1890 gebouwd en geplaatst in de kathedraal, maar raakte in verval. In 2015 werd door orgelspecialist Ruud van Straten een gefaseerd restauratieplan opgesteld met als doel het orgel weer in de basiliek te plaatsen. Van Straten gaf vandaag tijdens zijn persconferentie aan wat de restauratiewerkzaamheden inhouden. Hij zegt dat het belangrijk is om personen gedurende het traject op te leiden om dit en andere orgels in Suriname te onderhouden in de toekomst. Restauratie heeft eigenlijk alleen maar zin als je hier mensen hebt die enthousiast worden. Als je hier jongeren en oudere mensen vindt die mee willen helpen om zo'n orgel in stand te houden. Want een orgel is een mechanisch ding. Als je een toets indrukt, dan gaat er ergens een latje bewegen en dan gaat er ergens in het orgel een klep open en dan kan een pijp klinken. Dat is helemaal mechanisch. Maar dat vergt enig onderhoud. Dat betekent dat je toch af en toe een keer dat moet kunnen repareren. En als je dan steeds uit Nederland iemand een orgelbouwer moet laten overkomen, dan wordt dat een uiterst kostbare zaak. Dus heel erg belangrijk is dat de mensen hier enthousiast worden en hier zelf ook mee willen werken om het restauratiewerk, maar ook het toekomstig onderhoud aan de orgels te plegen. En het mooie is dat Paramaribo alleen al vier belangrijke historische orgels heeft. In de Maarten Lutherkerk een orgel uit 1830, in de Centrumkerk een orgel uit 1850, in de Rosakerk een orgel uit begin van de 20e eeuw en dan dit orgel uit 1890 als topstuk, als kroon op alle orgels hier in Paramaribo. Fantastisch dat die orgels er allemaal nog zijn en heel erg belangrijk dat we mensen vinden om support te geven om het goed in goede staat te houden. Van Straten geeft verder aan dat de restauratie bestaat uit 6 fasen. De eerste, die intussen is afgerond, bestond uit onderzoek en ook het terugbrengen van alle onderdelen naar de basiliek, legde hij uit. Opgebouwd alle pijpen, en dat zijn de 1344, van de allerkleinste van een paar centimeter tot de allergrootste van meer dan 5 meter lang. Al die pijpen zijn nu weer terug in de kathedraal. Een aantal onderdelen ligt nog in de loods en komt nog, maar in principe is de fase van onderzoek, voorbereiding en herplaatsing in de kathedraal is afgerond. En nu komt eigenlijk het belangrijke restauratiewerk, namelijk de restauratie van alle onderdelen en dat gaat in de kathedraal zelf gebeuren. Bijvoorbeeld de reconstructie van een meubel. Want u heeft dat moderne front gezien, dat vervalt, dat gaat weg en het oude front wordt aan de hand van de oude foto's weer hersteld, teruggebracht om uiteindelijk het orgel ook zijn visuele schoonheid weer terug te geven. Dus dat is de volgende stap. En daarna gaan we werken aan de windvoorziening. Alles gaat in een logische volgorde. De windvoorziening, de longen van het orgel, de ballag, de motor, alle windkanalen. Om te zorgen uiteindelijk dat al die orgelpijpen straks weer lucht kunnen krijgen. En dan de windladen, dat zijn hele grote bakken, dat zijn 5. Waar al die pijpen opstaan en die allemaal stuk voor stuk afzonderlijk aangeblazen kunnen worden vanuit dat centrale windsysteem. Restauratie van de mechanieken en ook de speeltafel, de toetsenborden. Het orgel heeft 2 toetsenborden en een pedaalklavier, een groot orgel. Ook dat moet tot in alle details weer hersteld worden, zodat het kan functioneren. En dan is het zo duurzaam gemaakt, dat wat we eigenlijk moeten doen, is nu alleen maar onderhoud plegen. Alles schoonmaken, alles weer aansluiten en in principe is alles nog aanwezig. Dat is dus orgelspecialist Rudy van Straten. Hij sprak vandaag tijdens een persconferentie in verband met de restauratie van de Maarschalker Weertorgel.